Een veelzijdig man, die Peter Schipper. Ook bij Stads TV Tiel is Peter regelmatig te zien met programma's over de geschiedenis van Tiel en de regio. De laatste jaren zijn er werkelijk pareltjes geproduceerd die kwalitatief bovenregionaal in elkaar zijn gezet. Behalve het draaien van mooie beelden was steeds het uitgangspunt dat de inhoud moest kloppen. Daar stond en staat Peter Schipper tot op de dag van vandaag voor. Uren heeft Peter doorgebracht in archieven in het hele land en zelfs daarbuiten om vergeten zaken weer boven water te krijgen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de verzetstrijder Dirk Botterweg uit Tiel, die dankzij de documentaire Dirk Botterweg, zijn voorbeeld onze kracht, weer een gezicht kreeg. Botterweg en zijn kameraden worden overgebracht naar het huis van bewaring aan de Weteringschans. Het beruchte hoofdkwartier van de Gestapo. In april 1945 krijgt het leven van Dirk Botterweg een fatale wending. In de nacht van 10 op 11 april maken leden van de binnenlandse strijdkrachten in Noord-Holland gaten in het wegdek van de Helderse weg in Zijpersluis. Het is de bedoeling een Duitse munitiewagen te laten ontsporen. In werkelijkheid passeert er die nacht een bus vol Duitse soldaten. De bus raakt van de weg en belandt in het water. Er vallen gewonden. Außendienststellenleiter Willy Lages is woedend en eist represailles. Diezelfde dag, 11 april, laat hij 7 gevangenen uit de Weteringschans halen en 3 uit de gevangenis in Alkmaar. Onder hen zijn Dirk Botterweg en zijn kameraden. De Duitsers brengen ze naar de plek aan het kanaal waar de Duitse bus is verongelukt. Hier worden ze gefusilleerd. 10 verzetshelden. Hun lichamen worden begraven in de duinen. Na de bevrijding worden de lichamen van Botterweg en zijn vrienden uit het verzet opgegraven en plechtig bijgezet op de erebegraafplaats in Bloemendaal. De tekst op zijn graf: een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijnen. Een andere parel is de documentaire over de Tielse generaal Chassé. Peter gaf deze Tielse beroemdheid de aandacht die hij verdient. Wie prijkt aan het hoofd der heldenstoet? Chassé. Het is een beginregel van een populair liedje uit de 19e eeuw dat je in alle straten van Holland kon horen. Degene die bezongen wordt is Chassé, generaal Chassé. In 1765 werd hij geboren in Tiel, in het huis hier achter mij aan het Kalverbos. Zo beroemd en populair hij was in de 19e eeuw, zo onbekend is hij nu. Als we in Tiel rondvragen wie Chassé is, blijft het antwoord achterwege. Daar gaan wij als Stads TV verandering in brengen. We gaan het leven van generaal Chassé volgen. Van hier Tiel uit naar de slagvelden van Europa tot zijn overlijdensplaats Breda toe. De draailocaties waren niet alleen in Tiel. Uren zijn er afgereisd door heel Nederland. Soms maar voor een shot van nog geen minuut. Opnames zijn er gemaakt van Friesland, Noord-Holland, Groningen tot in België aan toe. Het geeft de professionaliteit van Peter aan, ook op dit vakgebied. We staan hier op het slagveld bij Waterloo. Achter mij staat het grote monument van de Leeuw, opgericht na de overwinning van de geallieerden. Maar we gaan eerst terug naar februari 1815... Napoleon komt terug uit zijn ballingsoord, het eiland Elba, en weet de weg naar Parijs weer te vinden, waar hij ook de macht weer krijgt. Tegen de zin van de geallieerden. Het komt tot een geweldige slag op 18 juni hier op de velden in Waterloo. 180.000 man staan hier in de velden en bestrijden gedurende 10 uur elkaar. De aanvoerder van de geallieerde krachten, de hertog van Wellington, heeft ook generaal Chassé ingeschakeld. Evenals de prins van Oranje, die ook op het slagveld aanwezig is. Echter, Wellington vertrouwt Chassé niet helemaal. Hij heeft immers gevochten aan de Franse kant en heeft hem achter op het slagveld gezet. Uren duurt de strijd en het is al 7 uur in de avond als de Fransen nog steeds niet verslagen zijn. Integendeel, ze plaatsen nog een belangrijke aanval. Generaal Chassé aarzelt geen moment, spoort zijn mannen aan en stuurt ze naar voren. En ze weten de Fransen terug te drijven. Je kunt wel zeggen dat de troepen van Chassé met hem in de voorhoede een zeer belangrijke rol hebben gespeeld bij het behalen van de uiteindelijke overwinning van de geallieerden. U ziet nu een aantal beelden van verschillende documentaires en programma's.
Water is door de eeuwen heen een probleem in de stad geweest. Een waterleiding zoals we die nu kennen kwam immers pas op het eind van de 19e eeuw. Daarom liet het gemeentebestuur op allerlei plekken in de stad putten slaan, die later vervangen werden door pompen. Al die pompen zijn op hun beurt weer op het eind van de 19e, begin 20e eeuw verdwenen, behalve die ene hier op de Groenmarkt in Tiel. Als we goed kijken, zien we dat die is uitgevoerd in een prachtige Lodewijk 15-stijl. En dat klopt ook met de datering, want hij is hier gezet in 1768. Die pomp heeft niet altijd op dezezelfde plek gestaan hier op de Groenmarkt. Er is nogal wat mee rondgesjouwd. Ook heeft er ooit in de 19e eeuw een grote lantaarn opgestaan. Veel te fors eigenlijk voor die mooie pomp, dus die verdween op een gegeven moment weer. Als we puinfoto's bekijken van Tiel in 1945, dan zien we dat de hele Groenmarkt is verwoest, behalve de pomp. Hij heeft ongeschonden de oorlog doorstaan. Ja, toch heeft hij, als u goed kijkt, heeft hij allerlei scheuren. Dat gebeurde toen we hem weer eens een keer verplaatsten en die prachtige pomp uit de touwen viel, in gruzelementen. Maar men heeft hem weer opgelijmd en nu staat hij hier als een van die kleine juweeltjes uit de Tielse geschiedenis. Als je oudere Tielenaren vraagt naar de oorlog, gaat het gesprek al gauw over de evacuatie. Half januari 1945 moest heel Tiel leeg zijn. Hier in de Jacob Kremerstraat woonde de familie Slootweg. Vader, moeder en drie kinderen, waarvan de jongste nog een baby was. Vader heeft de barre tocht naar het verre evacuatieadres in Friesland in zijn dagboek vastgelegd. We nemen u mee op hun reis. Het dagboek eindigt vrij abrupt op 18 april 1945. Hier in Munnekezijl herinnert alleen nog een bank met een steentje op de naam Tiel aan het hachelijke avontuur van de vluchtelingen uit onze stad. De oud-EVKJ's die hebben dat geschonken, geld. En dat een of andere timmerman of metselaar die heeft het gebouwd. En zo is het. De familie Slootweg keert ook terug naar Tiel. Vader werkt bij de provinciale elektriciteitsmaatschappij en moet zorgen dat de stad weer stroom krijgt. De Slootwegs hebben geluk, want hun huis staat er nog. Zo eindigt een hachelijk avontuur toch nog met een goede afloop. Met een vast team, de programma's maken waarbij Peter is betrokken. Telkens weer een feestje. En dat hopen wij van Stadstv Tiel samen met Peter in de toekomst met regelmaat te blijven vieren.